Mevrouw Greperen, welkom op het IPOJA-congres. Waar krijgt u energie van? Ja, ik krijg energie van het feit dat we hier met z'n allen gezamenlijk werken aan de energietransitie. We kunnen het alleen maar met elkaar. En als je dan ziet hoeveel ideeën er zijn, hoeveel gedachten er zijn over hoe we dat kunnen doen, ja, daar krijg ik wel energie van. En wat verwacht u wat er vandaag uitkomt? Nou, wat er ook realiseerbaar is voor de komende periode? Nou, ik hoop dat we vooral heel veel ideeën ophalen vandaag, waardoor we weer allerlei nieuwe dingen hebben over waar wij onze provinciale rol kunnen inzetten. Dat zullen we met elkaar moeten verder uitwerken. Nou, daar gaan we het vast komende jaar nog heel vaak met elkaar over hebben. Maar concrete resultaten, dat is waar we volgens mij als Nederland op zitten te wachten.